Provincie, waterschap en gemeente Horst aan de Maas en Venraai werken met verschillende partijen aan maar liefst 13 projecten onder de naam Maasgaard. Met elkaar worden bestaande en nieuwe plannen gerealiseerd die één partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren. Het resultaat? Robuuste natuurontwikkeling en recreatie in dit prachtige recreatieve water- en landbouwgebied. Als middelen schaars worden, moet je samen durven aanpakken. Dat is altijd mensenwerk. Kijk, als je je omgeving ziet als je huiskamer, en je kunt daar wel gehuurd wonen, maar je mag hem toch wel zelf inrichten. Zo zie ik dat. Als je in zo'n landschap loopt, dan voel je toch aan alle kanten dat dat eigenlijk jouw bezit is, zonder dat je het moet bezitten. Drie initiatieven in een omtrek van een kilometer. We denken, ja, dit moeten we samen gaan doen, want anders worden alle drie niks. Ja, en toen hebben we de Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak opgericht. En dat is een samenwerkend verband tussen, waar Jan van is, het knooplopen, wandelroutesysteem Stichting, Dorpsraad Amerika, dat is duidelijk, de fanclub van Rovenijzen en de groengroep Zevenum. En die hebben we bij elkaar gezet en die gaan dus die drie projecten realiseren. Er wordt heel vaak gesproken over samenwerking, maar dit laat wel echt de essentie van samenwerking zien, toch Jan? Ja, zeker, want alleen bereik je hier in zulke gebieden helemaal niets. Hè. Want stel maar voor, als de Maasgaard daar geen fietspad en wandelpad aan gelegd had, was dat nooit in Kameel van de Piel gekomen. Want je kunt er wel iets neerzetten, maar het moet ook toegankelijk worden voor iedereen. En dat is, we zijn misschien wel de eerste pioniers van de Maasgaard, maar straks zijn er tientallen ambassadeurs van het landschap. Nou, en daar zijn wij volop mee bezig.